één plant. Kijk eens hoe mooi die weer bloeit. Jolanka. Ja, hallo lieve vrienden. Een hele, hele goede, liefdevolle middag gewenst. Het is vandaag alweer, maandag 4 december en we leven alweer om 15:25. Ja, ik ben er al heel lang uit. Want ook is Astrid al geweest. Die is nou net weer weg en ik heb telefoontjes gehad. Ik heb wat is appjes gehad. De dieren zijn eruit geweest. Ik ben al met andere dingen bezig geweest, dus ja, van alles en nog wel wat al gedaan. Ik heb wat weer natuurlijk uiteraard een miskoop gedaan. Ja, nou ja, dat kan gebeuren, maar het kan nog teruggestuurd worden, maar krijg ik mijn geld dan ook terug, weet je, zo zit ik weer te denken. Maar oké, dat komt later wel eens later een zorg. Ik ga zo meteen voor de computer, die heb ik ook al aan, weer even een filmpje in elkaar flatsen. Rijka die zit op de vensterbank met de kont, die is net binnen samen met Elwing, want ze waren aan het dollen en aan het gek doen en aan het jagen door die tuin heen tot en met. Ik heb even wat foto's ervan genomen, ik heb dat niet gefilmd, want Astrid haar fiets die stond daarbij, dus ja, oké, maakt niet uit, het is maar een fiets, maar toch, ik denk, ik wou het gelijk even versturen naar iemand toe en ook onder andere Karin, dat ze dat toch even kon zien hoe leuk dat was, ja. Maar oké, nou zit de dame haar kont te warmen boven de kachel. Maar ik zal even wat pakken. Even een moment. Ja. Eén plant. Ja. Ik weet dat nou even niet hoe ik het moet hebben. Ja, ik doe het eventjes anders. Ik draai even het schermpje om, maar dat gaat op deze manier niet. Nee, dus ik ben even weg en kom weer toe met naar de andere kant. Zo, daar waren we weer. Nou, kijk eens hoe mooi die weer bloeit. Jolanka. Allemaal knopjes erbij. Ja? Nou, en dan kan je zien waar die dood ging, die tak, dat is daar. Komt weer een bruin puntje. Nou, daar kwam die scheut uit. Nou, daar zijn al bloempjes uit. Dan gaan we daar naartoe. Daar komt de scheut uit, ook knoppen eraan. Maar Jolanka, jij had het erover, lieve schat. Die onderste scheut. Naar beneden. Dat luchtwortel was. Oh ja. Nee dus. Geen luchtwortel. Dus ja, ook hier ben ik weer helemaal trots op. Dat hij gaat weer even voor het raam. Nog even leg mijn engel eraf. Zo. Kijk dan ook goed met die achterpoorten. Hé, hey, tante Pollewop. Hallo, tante Pollewop. Tante Pollewoppie. Hi. Hi. Kiele, kiele, kiel. Kiele, kiele, kiel. Hey. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Er is niks.
Er is niks. Er is niets aan de hand. Hoi. Piep, piep. Piep, piep. Er is niks, meisje. Nee, er is niks, kind. Ja, ik ga haar eerst eens eventjes borstelen. Hé? Even een mooi meisje maken. Hé? Zul je alweer even borstelen? Kom maar. Koffie moet toch nog. Moet even de borstel. Hier is de borstel. Kom dan. Borstelen? Gaan we borstelen. Ik zet jullie zo neer. Hopen dat jullie de... Nee, ik moet dat weer even anders hebben. Ik draai jullie gewoon weer even om. Oh, wordt er nog eentje nieuwsgierig. Hè? Maar ja, we draaien hem weer even om. Nou, die zit daar gelijk weer achter me. Kom maar, Elwing. Elwing. Kom maar. Kom dan, bij fluiten. Kom, ga maar zitten. Omdraaien. En dan gaan we weer mooi borstelen, hè? Ja. Oh, lekker, hè? En dan komt er een zootje haar vanaf, hè? Ja. Hé? Zo lekker, kind. Wat goed voor dit hier. Hé? Lekker, hè? Al dat losse haar weg. Nee. En daar, dat niet alleen, je wordt ook mooi, je vacht gaat steeds meer glimmen. Nee. Nou, kijk eens. Allemaal. Haar vacht van Elwing. Nou, kom, kind. Komt nog meer aan. Hé? Ja, nou. Ja. Hé? Komt nog meer aan. Ga je erbij liggen? Ga je erbij liggen, kind? Ze gaat er gewoon bij liggen en nou zien jullie dat soort niet, geloof ik of wel. Hé? Zo dan. Nou, weer zo'n hele pluk. Hé? Meisje, hè? Ja? Moet je toch weer eens kijken, hè? Nog even, kan ik een pruikje van jou maken? Maar draai jij ook eens even om of blijf op die kant liggen? Ik moet die kant, nee, hier komen. Kom eens hier. Die kan ik hebben. Nee, he, he, he. Kijk. Oh, 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 gosje, ga je. Hé? Buikje ook even voorzichtig, hè? Ja, maar er heel lang niet voor haartjes. Hé? Dat is maar een klein beetje. Ja. Nee. Oh, bedop, bedop. Oh, bedoel, bedoel. Zo, hè. Dat deed vrouwen uit zichzelf al, hoor, te draaien. Dat doe jij niet. Wat wou jij met mijn duim? Wou je die opeten? Maar mijn duim valt niet op te eten, hoor. Hé. Hey.
zo. Ik moet je omdraaien. Zo. Ja. Allemaal haartjes voor jou. Nee, laat Rijka nog maar gaan. Die ziet weer wat, wat de moeite niet waard is. Hup, kom mannen. Hé, lekker meisje. Zo. Nou. Jongen, nog een toe. Nou. Ik zou zeggen, ik kijk er eens aan. Ja, dan zullen we allemaal weer eens even weggooien. Hup. Hup, in de vuilnisbak. Weg ermee. En nou jij? Boogie. Oh, dankjewel. Nou. Maar jij moet ook nog, madame. Weet ik ook niet waar het ligt. 1, 2, 3, want die kan de hele tijd niet meer hoeven te doen. Die moet ik hebben. Het is een vlooienkammetje. Ik heb wel zwaar geen vlooien, maar het is wel makkelijk bij Rijka, dit kammetje. Rijka, kom eens kijken. Kom eens. Kom dan. Kijk eens. Rijka. Komt ze weer niet? Kom dan. Cookie. Nee, ze komt niet. Nou ja, dan doe ik haar niet. Maar kijk ze maar. Als ze niet wil, dan wil ze niet. Ga haar niet dwingen. Nee hoor, daar begin ik niet aan. Dat vind ik ook maar zielig. Om te dwingen. Ze moeten zelf willen. Hé, ja, jij komt wel een meis, Elwing, ja. Moet je gapen, moet je gaan slapen. Ja. Als je moet gapen, moet je gaan slapen. Zit hij aan te kijken. Hé? Ja. En je moet gapen, moet je gaan slapen. Hé? Maar oké, lieve vrienden, ik ga mijn koffie opdrinken en ik ga aan de slag voor de computer. Ik wil zeggen, geniet en tot later.